Na 27 jaar stoppen eigenaren Nick en Wilma Helmond met het runnen van Café Het Zwaantje in Deest. Het echtpaar is momenteel de vierde eigenaar van het Bruine Café dat bijna 97 jaar bestaat. Het stel is nu op zoek naar een koper die het café zou willen voortzetten om zo toch nog het 100-jarige jubileum te kunnen halen. Het is geen familiebedrijf, of ook weer wel. Want het is van ons samen. Het unieke is, in die 97 jaar heeft het maar 4 eigenaren gehad. Tot 27 jaar geleden was dat de familie Zengers. Opa, zoon en kleinzoon. En daarna hebben wij het overgenomen. Nick en Wilma Helmond wilden 27 jaar geleden graag de horeca in. Destijds gingen ze verschillende locaties af die te koop waren om uiteindelijk bij Het Zwaantje terecht te komen. Ik heb vanaf school altijd in de horeca gewerkt. Dus op een duur dacht ik van iedereen verdient maar geld en ik werk mijn eigen schompen. Zal ik het zelf maar eens gaan doen? Kijk, ik speel natuurlijk al sinds mijn jonge jaren in allerlei bandjes. Dus ik zat ieder weekend in de horeca. Daar kwam ook de interesse voor de horeca naar boven. Een andere interesse die het echtpaar deelt is muziek. Samen hebben ze de afgelopen 27 jaar veel mooie evenementen georganiseerd. En tribute bands laten spelen in hun geliefde Bruine Café. Maar de kerst op de taart? Ik denk Jovink en de Voeterbieters. Dat was wel heel geweldig. Ja, omdat dat heel snel uitverkocht was en dat we er nog een tent aan het café bij moesten zetten omdat we alle mensen niet kwijt konden. Dus dat was wel mooi. Zij maait het gras voor de voeten al weg. We hadden nog meer fantastische bands natuurlijk. De bejaardtoernooien. We hebben blauwe baltoernooien gehad. Die waren wel zo grandioos. Dus de bejaardsport is hier ook heel groot. De wereld na 5 mei, die ziet er voor ons denk ik zo uit. Wij zijn nogal gek van muziek. En we worden heel veel gevraagd om dingen te organiseren of mede te organiseren, boekingen te doen voor bands, want daar is echt heel veel vraag naar en daar worden we allebei voor gevraagd en we willen daar induiken onder de naam Zwaantje Events. De Zwaantje naam blijft bestaan. Ik ga het café zeer zeker missen, maar het is voor ons wel na 27 jaar dag en nacht werken, is het wel, de koek is wel op. Twee hele fijne klanten gehad, ja, die ga ik zeker missen. Zeker. Vooral het bejaard ook, ja. Er spelen wat gezondheidsproblemen, dus daarom. En hij wordt 60 jaar en dat vonden wij eigenlijk wel een mooie mijlpaal. Ja, een keer zelf genieten en op feestdagen en zonnige dagen op pad, waar we nou eindelijk nooit kunnen.